4-3. Was het een opluchting? Ja, uiteindelijk wel. Absoluut. Ik denk, we hebben de laatste weken natuurlijk met die vrije weekend tussendoor met elkaar over gehad. Natuurlijk die zeepen daarvoor tegen Odin thuis. Ja, hadden we echt wat recht te zetten. Dus daar hebben we met elkaar over gehad. Nou, en dan nu begin je echt supergoed. Binnen no time sta je voor. Ja, en dan eigen goal met Mark. En dan is er nog niet heel veel aan de hand. Alleen ja, dan wordt het de tweede helft. Op een gegeven moment die 4-1, die penalty erin ging. Dan denk ik van, nou, nu moet het toch wel gedaan zijn. Alleen ja, dan alsnog wordt het een hele gekke wedstrijd. Waardoor het ook alsnog wel heel veel energie kost. Maar ja, op het laatste ging toch wel een stukje oplichting dat we hem gewoon winnen. En dat de drie punten gewoon hier blijven. Ja, oplichting omdat die 4-4 uitblijft. Maar je zegt het zelf al even, die zeepen van 2 weken geleden speelde nog een beetje. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik denk als voetballer en je gaat er zo af thuis. Op je eigen terrein. Ik denk dat je daar nooit een lekker gevoel aan overhoudt. Dus ik denk dat de eerste volgende wedstrijd weer dat altijd recht zetten. Nou, en ik denk dat je dat ook wel goed zag bij ons allemaal in het begin. Dus uiteindelijk dan het eindresultaat. Dus denk ik dat we hem over de streep trekken is een kleine opluchting. Dus in beide opzichten wel. Ja, en je gaat inderdaad, je komt echt geweldig uit die startblokken natuurlijk. Hè? Met die, binnen 6 minuten denk ik 2-0, daarna die 3-0 nog. Wat liep er zo goed aan het begin? Ja, nee, ik denk iedereen ging ervoor. We hielpen elkaar, veel loopacties. Moet ik zeggen dat zij verdedigd ook niet heel goed stonden. Zij hadden heel veel grote ruimtes. Ja, daar maakten we gewoon heel goed gebruik van. En dat is iets wat we in het begin van de competitie heel veel hebben laten zien. En in de laatste paar wedstrijden iets stugger ging. Nou ja, nu kwam het er gelukkig weer uit. Dus daar kunnen we nu absoluut weer mee verder. Ik heb jou na die wedstrijd tegen Scheveningen al een keer gesproken over FC Groningen natuurlijk. Maar ja, dat is nu echt de eerstvolgende. Ja, heb je het er ook over op je werk? Gaat het er al over hey, komende woensdag? Ja, er zit altijd nog een wedstrijd tussen natuurlijk, maar nu niet meer. Nee, nu niet meer. Dus ik zal maandag, dinsdag zal ik ook door meerdere dingen nog even gevolgd worden op mijn werk. Dus ja, er is dus gewoon veel aandacht voor. Dus ik denk dat ik maandag, dinsdag worden leuke dagen op de club. Met natuurlijk wat geintjes over en weer. Dus dat is superleuk. Hoe staat Groningen voor? Is iedereen daar een beetje fit? Als iemand dat weet, dan ben jij het. Ja. Nee, kijk, eerst, ik hoop dat ze een zwaar potje tegen Heerenveen mogen spelen. Dan een paar uitvallen, dan zal dit keer niet heel slecht zijn. En moet je woensdag dag zelf ook nog werken? Ja, ik moet woensdag moet ik ook gewoon aan het werk, ja. Ja. En dan kun je mooi met die Groningers mee hier naartoe? Nee, zeker niet. Ga gewoon met de harken, man, en dan goed voorbereiden. En nu weet ik dat jij soms uit je werk, hou je de werkkleding aan en dan kom je hier op het Sportpark in een Groningen pakje. Ja. Hoe ga je de komende woensdag doen? Nee. Dan gaat toch echt het logo van Harkema op de borst. En dan blijft het Groningen pakje even thuis. Morgen ook voor de tv dus? Kijken naar je directe tegenstander? Ja, absoluut. Maar dat komt wel goed. Ik ken ze allemaal, dus ik ken de kwaliteit van de meespelers wel. Dus dat is leuk. Wie wordt dat in jouw geval? Want ze gaan 4-4-2 spelen, begrijp ik. Ja. Morgen in elk geval. Ja, we zullen het zien. Kijk, weet geen idee. Ik zal Danny nog even vragen maandag. Alleen ik denk dat hij niet veel prijs gaat geven.